Mij is gevraagd om uh, ter voorbereiding te lezen uit Johannes. Als we dat met elkaar doen, dat is het tekstgedeelte waar Asaf uh, ons strakjes over onderwijst. Johannes, het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 4. Johannes 4 vanaf het eerste vers. Vanuit de HSV en er staat bij mij boven de Samaritaanse vrouw. Toen nu de heren merkte dat de farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten en het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar: Geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem: Hoe vraagt u, die een jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: Geef mij te drinken. U zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. En de vrouw zei tegen hem: Heren, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar dat water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, Ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar, U hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want. Vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. En de vrouw zei tegen hem, Heere, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tegen haar, Vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt, en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in Geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidde. God is Geest. En wie Hem aanbidden, moet Hem aanbidden in Geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem: Ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn. Zal hij ons alles verkondigen? En Jezus zei tegen haar: Ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen. En zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. En toch zei niemand: Wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan. En ging weg naar de stad. En zei tegen de mensen: Kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft. wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij gingen dan de stad uit. En kwamen naar hem toe. Goedemorgen. We hebben de afgelopen uh, maanden stilgestaan bij het onderwijs van Jezus. En we begonnen met de hel. Daarna hebben we stil uh, nagedacht over het gebed. En als laatste um, een drie, drietal preken over uh, geld. Hoe we met geld moeten omgaan. En bij die preken heeft Hendrik ons laten zien hoe het God bij het gebruiken van geld vooral gaat om ons hart. Vanochtend wil ik het hebben over evangelisatie en weer wil ik naar voren halen hoe het om ons hart gaat. Want uiteindelijk, uh, wat in ons hart zit, dat, daar zal onze mond van, van vol zijn. Dus daar zit een belangrijke correlatie in. En. Uh, wat ik vanochtend wil doen is uh, enkele schriftgedeelten openen en daarna luisteren om uh, een beter beeld te krijgen van wat Jezus bedoelt als hij ons oproept om het evangelie te delen. Uh, ik wil ook stilstaan bij waarom het uh, belangrijk is en waarom het ook uh, moeilijk kan zijn voor ons om te evangeliseren. En als laatste wil ik ook wat, wat uh, praktische handvatten geven voor hoe we dat uh, kunnen doen ieder in zijn context. Nou, onlangs hoorde ik uh, op de radio dat voor het eerst in, in lange jaren uh, er een meerderheid is in Nederland van mensen die niet in God geloven. En dat is nog maar uh, ja, een, een algemene God, dat, dat ze niet in een God geloven. Uh, 55% van de Nederlanders geeft aan niet in God te geloven. En van degenen die in God geloven, is er een meerderheid die katholiek is. Uh, nog een kleinere minderheid die protestant is. Nog een minderheid die moslim is en dan allerlei andere groeperingen en religies. En uh, dat zijn in veel gevallen natuurlijk onze uh, buren, onze collega's, uh, vrienden, familie, misschien gezinsleden, misschien al die categorieën bij elkaar. Nou, dat. Gegeven maakt dat evangelisatie altijd een relevant onderwerp is om, om aan te snijden. Uh, daarnaast komt de, de zomer eraan. In Nederland duurt het altijd even voordat hij echt uh, er is. Maar uh, het leven komt veel meer op straat. We krijgen meer kansen om de buren van, waarvan we wisten dat ze bestonden, ineens weer te zien, om, om het gesprek met hen te krijgen. Misschien ook in camping of andere contexten. Krijgen we de gelegenheid om met anderen, met andersdenkenden, om te gaan? En dan is het goed om uh, met deze bril naar deze situaties te kijken. Om die uh, momenten als, als kansen, als gelegenheden te zien. Om het met hen over het Evangelie, over Jezus te hebben. Evangelisatie, evangeliseren, komt van uh, het Griekse woord voor het Evangelie, Evangelion. Wat letterlijk goed nieuws betekent, dat zal voor de meesten hier niet een, een nieuwigheid zijn. Maar dat goede nieuws is dus dat Jezus koning is. En dat hij zijn koninkrijk op aarde komt vestigen. En dat hij een ieder uitnodigt om een burger te zijn van zijn koninkrijk. Door wat hij gedaan heeft, door zijn dood en opstanding. Een evangelisatie is dus het communiceren van. Die boodschap aan mensen die daarvan vervreemd zijn. Bij evangelisatie hoor ik dat ik als mens een zondaar ben en daarom verloren ben, vervreemd van God. En dat als ik mijn vertrouwen stel op het lijden en sterven van Jezus voor mij, dat God mij al rechtvaardig verklaart. Dat Hij mij als kind aanneemt en dat ik daarmee een burger word van Zijn. Koninkrijk. En je kunt dus evangeliseren door deel te nemen aan een evangelisatieactie. Je kunt langs de, de uh, deuren gaan. Maar je kunt ook gewoon zitten aan de keukentafel met je buurman, met je buurvrouw, met een collega. En het hebben over Jezus. Het gaat niet om de setting, het gaat niet om de methode. Het gaat om het communiceren van die boodschap. Dat is evangeliseren. Dan kan... Soms bij sommigen de vraag naar voren komen, ja maar wie wordt eigenlijk ertoe geroepen om te evangeliseren? En heel vaak komt bij ons in gedachten Matthäus 28, vers 19 en 20, waar Jezus deze woorden zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader. En van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend om alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Ofwel, maak alle volken tot mijn discipelen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volending van de wereld. Is de grote opdracht dan wel aan alle gelovigen gegeven? Want op het moment dat Jezus deze woorden uitspreekt, zijn de enige aanwezigen de elf discipelen. Ja, de, de apostelen. Dus is het misschien niet alleen aan hen opgedragen... misschien hooguit ook aan wat evangelisten in de kerk... ...die die gave, die roeping, hebben gekregen. Dat zou in conflict zijn met, wat, met de woorden die Jezus uitspreekt... ...in die grote opdracht. Want wat zegt hij? Hij zegt... ...ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen. En wat zegt hij nog meer... Leer hen om alles te onderhouden wat ik u heb geboden. En onder dat alles valt dus ook het maken van discipelen. En we zien dan gelijk dat in het boek Handelingen. de gelovigen eh, regelmatig 'discipelen' worden genoemd. Ze zagen zichzelf als leerlingen van de Heer Jezus. in lijn met die grote opdracht. En dus was het voor hen duidelijk dat. Een discipel is iemand die ook andere discipelen maakt. Daarom zien we dat gewone gelovigen zoals um, Stefanus en Filippus en Barnabas uh, andere mensen als de gewoonste zaak van de wereld over Jezus vertellen. En dus het, het evangeliseren, het delen van je geloof met anderen die daarvan vervreemd zijn. Dat is niet een soort christelijk geloof voor gevorderden, dat is wat, wat je doet als je jarenlang gelovig bent, maar dat, is, dat hoort bij de basis van ons geloof. En de inhoud van evangelisatie, van het evangelie, is het leven en sterven van Jezus voor ons. Hij is dus het, het voorwerp van ons geloof, maar tegelijk... Uh, willen we ook naar Hem kijken, als we Hem kennen als onze Heer, een Meester, als onze Redder, willen we ook naar Zijn voorbeeld kijken en daarvan leren om het zelf ook in praktijk te brengen. En daarvoor wil ik met jullie naar uh, Johannes 4 kijken. En aan het begin van het hoofdstuk begint Johannes door de situatie te schetsen. In hoofdstuk 3 lezen we hoe Jezus met zijn discipelen vanuit Galilea naar Judea komt. En daar dopen ze mensen die tot berouw en een inkeer zijn gekomen. Maar de Farizeeën zijn daar op dat moment ook en die proberen tot conflict, een conflict uit te lokken tussen de discipelen van Johannes en de discipelen van Jezus door erop te wijzen dat Jezus succesvoller is. En Jezus die, die ziet dat, die merkt dat en daarom besluit hij om terug naar uh, Galilea te gaan. En om daar terug te komen zo snel als mogelijk, gaat hij door Samaria. En we hebben in het boek, uh, we hebben het boek uh, Nehemia eerder bestudeerd en daar hebben we al gezien hoe Israël en de Samaritanen met elkaar in conflict waren, hoe er wantrouwen was onder, onder hen onderling. En nu zien we dat enkele honderden jaren later die situatie nog steeds aanwezig is. Er is nog steeds verwijdering en vijandschap tussen die twee groepen. En Jezus gaat dus met zijn discipelen door het land van de Samaritanen, door dat gebied. En rond het middaguur komen ze bij Sigar, dat is een klein uh, uh, dorp naast de grotere stad uh, Sichem, vandaag heet het Nablus, en uh, daar stoppen ze bij de bron van Jacob. En de discipelen die gaan eten halen en Jezus gaat rusten bij de bron. Het is twaalf uur en in Nederland ziet twaalf uren net iets anders uit. Tussen twaalf en vier uur is het in Israël de heetste periode van de dag. De periode dat alle mensen, alle Israëli's in ieder geval, naar binnen gaan. En de enigen die je nog op straat kunt zien meestal, dat zijn de toeristen. Dat is de, de ergste tijd om buiten te zijn, want dan krijg je heel snel een zonnesteek. Dus als je in Israël wilt gaan, vooral in die periode thuis of in het hotel blijven. Uh, maar juist op dat moment gaat die vrouw dus naar buiten om water te putten bij die bron. En de tijd om, om dus water te putten was of s ochtends vroeg of s avonds als de, de ergste hitte gebroken was. En alle, alle vrouwen gingen op die twee momenten naar de bron om water te putten voor de dagelijkse gebruiken. Dat was dus een, een ontmoetingsplek. En deze vrouw die onttrekt zich daaraan, die ontwijkt de groep. Ze is een, een buitenbeentje. Iemand die aan de rand van de van de samenleving, van de maatschappij staat. En we lezen verschillende keren in de evangeliën dat Jezus uitreikt naar mensen uit andere volken. En hier zien we Hem dus uitreiken naar een Samaritaanse vrouw. Iemand die dus niet alleen buiten zijn gebied, maar ook buiten zijn etnische scope op dat moment viel. En dan is het belangrijk om te zien. Hoe hij aansluit op haar, op haar leven. Hij aansluit bij datgene waar ze op dat moment mee bezig is. En dat gesprek gebruikt hij om meer over zichzelf uit te leggen. Om haar het evangelie uit te stallen. En dan vraagt hij die vrouw om water. Dat is zijn, zijn openingszin in deze ontmoeting. En die vraag is in, in zijn context in die tijd. Heel vreemd, niet zozeer die vraag, maar aan wie hij het richt. Een Joodse man, een, een leraar in Israël, een rabbi, die een Samaritaanse vrouw aanspreekt en om, om hulp vraagt. Dat gebeurde niet regelmatig en die vrouw is daarom ook verbaasd. Hoe kunt u, die een Joodse man bent, mij, een Samaritaanse vrouw, aanspreken en nog ergens om vragen ook? Want vanuit de Joodse samenleving werd vaak neergekeken op de Samaritanen. Het Samaritaanse geloof, die religie van hun, dat was een soort vermenging van het Joodse geloof en het heidendom. Dus die werden ook vaak voor, voor mensen in hun gedachten gezien als, als onreine mensen, mensen met wie je niet zomaar om mocht gaan. En dan terwijl die vrouw daar nog verbaasd staat, en Jezus nog geen water heeft gekregen, uh, geeft hij in vers 10 het gesprek een soort geestelijke wending. Want als hij, als hij spreekt over de gave van God en het levende water, dan wijst hij daarmee op zichzelf. Ik zou jou niet om water moeten vragen, maar jij mij, zegt hij. En wat Jezus haar aanbiedt is levend water. Water dat uit een natuurbron kwam, was vers, was levend. Omdat dat stromend water was. Het was prettiger te drinken, het was verfrissender dan water door, uit een door mensen uitgehouden bron. Dat was stilstandwater, dat stonk vaak, was minder gezond. En dat aanbod van, van levend water, dat klinkt die vrouw... Ge nog gekker in de oren. En dan zie je ook dat ze tegengas geeft. U hebt niet eens een emmer. Hoe gaat u, hoe wilt u dat doen? Bent u groter dan onze vader Jacob? En die vraag die is natuurlijk cynisch. U bent niet groter dan onze vader Jacob. Want Jacob heeft deze bron met heel veel inspanning uitgehouden, uitgegraven. En als iemand zonder emmer het lukt om hier water uit te, te putten, die bron bestaat nog en vandaag de dag is hij nog steeds iets van 30 meter diep. Nou, als het u lukt om daar water uit te putten, dan bent u inderdaad groter dan onze vader Jacob, maar dat, dat verwacht zij niet. En de ironie die wij als lezers dus zien, is dat Jezus wel groter is dan vader Jacob, omdat hij haar dadelijk water gaat geven, zonder emmer, maar ook zonder die hele bron. Het unieke van het water wat ik aanbied, dat legt Jezus aan haar uit in vers 13, is dat als je het drinkt, je geen dorst meer zult hebben. Al het andere water lest je dorst voor voor even, waarna je weer dorst krijgt. Jezus heeft het hier over die vervulling die we zoeken maar ten diepste niets niet vinden. Dingen die ons hart niet vervullen. Wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Het is moeilijk te zeggen of op, dat, of op dat moment die vrouw cynisch is of niet. Maar als je die hele relaas volgt, dan lijkt haar reactie op zijn minst een beetje sceptisch. Mijn heer, zegt ze, geef me dat water opdat ik geen dorst meer zal hebben en hier niet meer hoef te komen om te putten. En iets van die sceptisch, iets van die cynisme komen we ook tegen als we vandaag de dag spreken met mensen die niet geloven. Het evangelie wat wij brengen over een God die liefde is, over een God die allereerst spreekt en geeft nog voordat hij iets van ons vraagt, dat staat haaks op hun ervaring van religie, op hun ervaring van hoe mensen met elkaar omgaan. En dan in vers 16 stuurt Jezus het gesprek naar... Haar zoektocht naar vervulling. Opeens zegt hij: Ga heen, roep uw man en kom hier. Jezus wijst haar hier op haar zonden. Hij doet dat om de noodzaak van het levende vader in haar leven aan te wijzen. Want ze is zondig en haar diepste behoefte, ook zonder dat ze dat weet. Is om verzoening met, met God. En dan zie je dat die vrouw snel reageert: Ik heb geen man. Het lijkt erop dat ze niet veel wil vertellen. Maar Jezus, die ziet hier in dit gedeelte dwars door haar heen. Hij weet alles over haar voorgaande relaties met mannen. Maar waarom begint Jezus hier over haar man? Verandert hij van onderwerp? In eerste instantie lijkt het wel zo. Maar Jezus maakt hier concreet dat ze haar ultieme vervulling zoekt bij iets anders dan bij God. Jezus laat haar zien wat hij bedoelt. De dorst die hij komt lessen is diezelfde, diezelfde dorst die zij probeert te vullen. Met de mannen in haar leven. Daarmee probeert ze haar dorst te lessen. Die vrouw wil niet te veel vertellen. En als je de, deze hele relaas leest. dan is het bijna komisch wat ze daarna doet. Ze probeert hem af te leiden. Want ineens heeft ze het over uh, die observatie dat hij een profeet is. Zoiets moet het geklonken hebben. Oh, ik zie dat u een profeet hebt, dan heb ik nog wel een vraag voor u. Op welke berg moet God echt aanbeden worden? Op de Berg van de Samaritanen? Hier bij Sichem? Of in Jeruzalem? Wat, wat heeft het te maken met het voorgaande? Het is gewoon een, een prachtige afleidingsmanoeuvre om het vooral niet te hebben over het onderwerp wat Jezus brengt bij haar. En. Dat, dat merk je ook vaak in gesprekken met ongelovigen of andersgelovigen, dat je een gesprek over Jezus kunt hebben en dan ineens krijg je een vraag over het kwaad in deze wereld, het lijden of, of over de evolutie of tig andere dingen, om daarmee het gesprek om te leiden naar iets wat comfortabeler is voor de ander. Apologetiek is dus het, het geven van antwoorden op al deze vragen die op ons af kunnen komen. En dan vind ik het prachtig hoe Jezus met haar omgaat. Hij laat zich niet afleiden en geeft een, een kort antwoord op haar vraag, maar hij leidt het gesprek weer van religie naar relatie, die relatie met God, waar, het, waar hij het over, met haar, over, over wil hebben met haar. Hij legt haar uit wat de ware aanbidding is. En dan zegt ze nog zoiets van: Ja, ik weet, als, als de messias komt, dan zal hij ons alle waarheid vertellen. De Samaritanen die geloofden vooral dat de messias een soort tweede Mozes figuur zal zijn. Een onderwijzer die het volk precies zegt hoe het allemaal is en hoe het allemaal gezien moet worden. En dan zegt Jezus onomwonden tegen haar: Ik die hier met je staat te praten, ik ben die messias. En dan aan het einde van het gedeelte in vers 28 en 29 vallen twee dingen op. Hoe de vrouw haar waterkruik achter zich laat en hoe ze anderen over Jezus gaat vertellen. En die waterkruik die laat symbolisch zien, Johannes gebruikt dat, Johannes richt zich daarop, om symbolisch te laten zien dat deze vrouw dat water dat niet vervullen kan, nu achter zich laat. En dan gaat ze naar de stad en zegt ze tegen de mensen, kom zie een man die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. En het punt is niet dat Jezus alwetend is, zozeer, dat is hij zeker ook en dat, dat ziet ze nu ook, maar het punt is dat deze Jezus die alles van mij weet, aanvaardt mij toch. Deze vrouw heeft dus zes mannen gehad in haar leven. En allemaal hebben ze haar geen vervulling gegeven. En nu ze deze zevende man ontmoet heeft, weet ze dat hij de ware is. Hij heeft haar vervuld in ultieme zin. En nu gaat ze terug naar de stad en hoeft ze niet meer die schaamte te ervaren, hoeft ze niet meer... De, de grote groep te ontwijken. Ze hoeft niet meer naar de eenzaamheid, maar ze kan met die boodschap naar iedereen toe. In plaats van die, die massa te ontwijken, gaat ze op die massa af om hen over Jezus te vertellen. Goed, dat is dus Jezus in de ontmoeting met die vrouw. En, en nu wij. Jezus gebruikt in de ontmoeting met haar het beeld van, van water en dorst. En die dorst die is natuurlijk niet uniek voor die Samaritaanse vrouw. Dat is iets wat wij allemaal kennen en hebben omdat wij mens zijn. En die dorst die neemt heel veel verschillende vormen aan. Maar het is altijd datgene waar mensen hun ultieme vervulling in zoeken. En vaak buiten God om. Later zal Johannes. Zijn eerste brief besluiten met de waarschuwing, lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Wat had Johannes hiermee in gedachten? Dat mensen, ook gelovigen, ergens anders het, wa het levende water vandaan proberen te halen dan bij God alleen. Dat is trouwens wat, wat eh, eh, God ook zegt. In Jeremia, Jeremia 2, bekende woorden: Ontzet u hier over hemel, huiver, wees zeer ontsteld, spreekt de Here, want mijn, mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Dat was de zonde van Israël, dat is de zonde van, van ieder mens van nature. Een afgod is iets wat ons vervulling belooft. Vervulling is iets natuurlijk wat, waar alle mensen naar zoeken, gelovig, ongelovig. Daarin zijn we niet anders dan de mensen om ons heen. En hoe meer wij als gelovigen onze vervulling in Hem vinden, in Jezus. Des te meer zekerheid zullen wij ervaren in ons geloof en des te meer kracht zullen we hebben als wij anderen over hem vertellen. Waarom is evangelisatie zo belangrijk, kun je nu denken? Ik noemde straks dat wij het begin van deze serie hadden met een preek over de hel. En in die preek heeft Hendrik ons iets laten zien van de realiteit en de ernst van dit leven in het licht van de eeuwigheid. En hoe het is dat ieder mens, zoals we hier zitten en in de wereld om ons heen, ieder mens is één van tweeën. Of een rebel die tegen God ingaat, of een burger van zijn koninkrijk. En mensen die dus niet... In Christus zijn, dus niet in de kerk, maar in Christus zijn, die gaan naar de hel. En, en dat is dus de, de urgentie achter evangelisatie, achter het, het doorgeven van deze boodschap. Dan kan de, de vraag ook naar voren komen, waarom vinden mensen het moeilijk om te evangeliseren? Dan is het altijd mogelijk dat iemand uh, het, het eigenlijke werk wel doet zonder het te noemen. Want die kan zeggen, ik ben nog nooit op een evangelisatieactie geweest, nog nooit langs de deuren, maar ik zit wel eens met mijn buurman, met een vriend, met, met anderen en ik heb het met hen over Jezus. Of misschien zeg je, ja, de mensen zien me al komen, ik schaam me. Want Kijk hoe gebrekkig mijn leven is, hoe weinig ik, ik weet over de Bijbel. Ze zullen me uitlachen misschien. Dat gebeurt soms. Je bent gebrekkig, net als ik waarschijnlijk. Je weet niet genoeg weer, net als ik. En mensen lachen je soms uit als je het over Jezus hebt, zeker in onze samenleving. Tegelijkertijd, dat benadrukt alleen maar dat het om hem gaat. Als ik gebrekkig ben en mensen dat, dat laten weten, ja, dan kan ik hen alleen maar bijvallen, maar zeggen: het gaat om hem en niet om mij. En als het gaat om gebrekkige kennis, nou, moet u nagaan: deze vrouw, die kent de Heer Jezus nog maar enkele minuten op dat moment, en ze gaat al de stad in. Wat, wat weet ze verder dan dat zij een. een uh, die ultieme vervulling met hem heeft meegemaakt. Ze heeft nog niets van al zijn preken hiervoor gehoord. En nu gaat ze al de stad in. Misschien heeft ze vragen gekregen waar ze geen antwoord op had. Zo so wat? Dat zullen we ook krijgen. En dat benadrukt alleen maar dat wij met die mensen terug naar de Bijbel kunnen. Want nou ja, wij weten niet alles. Maar misschien zeg je ook... Ik ken eigenlijk... Jezus niet als degene die mij in ultieme zin vervult, die mij verzadigt, die mijn, mijn dorst lest. Misschien is het feit dat je evangeliseren zo, zo lastig vindt te maken met het feit dat je in de diepste zin Jezus nog niet kent. En dan is het... Voor jou, voor u vandaag nog veel belangrijker om het evangelie opnieuw te horen en die te begrijpen en nog, nog veel meer dan dat ook te gaan geloven. Dan nog veel meer na te denken over evangelisatie. En als het voor jou geldt, spreek mij of een van de oude, andere oudsten uh, hierover een afloop. Het evangelie bekendmaken is geen tip van iets wat wij ook nog eens zouden kunnen doen. Het is een opdracht die wij in praktijk moeten brengen. Met, mensen moeten over hem horen. Er zijn twee krachten die ons kunnen aanzetten tot evangelisatie. Schuldgevoel en liefde. Met schuldgevoel kom je een heel eind, maar op die manier kun je niet... De opdracht vervullen zoals Jezus die gegeven, bedoeld heeft. Alleen als we werkelijk van het water van Jezus gedronken hebben. en dus weten dat Hij ons vervult. kunnen we met diezelfde boodschap naar anderen toe gaan. Ik zei aan het begin dat ik nog enkele. Eh, dat ik een handreiking zou geven vanuit Johannes 4. Eh, naar wat wij in de praktijk kunnen doen. Dus enkele observaties en, en dingen die wij in de praktijk kunnen doen. Allereerst misschien heel eenvoudig: Jezus openbaarde zich in deze geschiedenis aan een Samaritaanse vrouw, iemand die buiten zijn volk was. En misschien een open deur, maar in Nederland zijn er heel veel mensen uit heel veel verschillende culturen, etniciteiten. Het is goed en het is de bedoeling, het is heilzaam, als wij uitreiken vanuit onze uh, groep naar mensen in andere groepen, andere taalgroepen, andere etnische groepen en hen vertellen over Jezus. Jezus ging naar de, het gebied van de Samaritanen. Hij ging uit zijn normale weg, uit zijn normale werkgebied, het volk waaronder hij arbeide. En zo kan het soms. Enk voelen, onnatuurlijk, om een gesprek met, met een nieuw iemand uh, aan te vangen. Of ook een gesprek met je buurman voor het eerst of een collega over Jezus. Evangeliseren kan soms betekenen dat je uit je comfortzone stapt. Als derde, Jezus begon het gesprek over water met deze vrouw. Maar hij leidde het uiteindelijk naar zichzelf. En dat gesprek over Jezus, dat, dat ziet er iedere keer anders uit en bij, bij, andere, bij verschillende mensen op een andere manier komt het naar voren. Waar je in ieder geval zeker van kunt zijn, is dat ieder mens die behoefte om vervulling, dat, dat, uh, die dorst die gelest moet worden, kent. Dus is het goed en natuurlijk dat we daarheen gaan met onze gesprekken. Natuurlijk, als je in gesprek bent met anderen, moet je vooral niet uh, er, tegen, uh, er raar tegenop kijken als je tegengas krijgt. En vergeet ook dat wanneer je spreekt met anderen, dat je de waarheid in liefde spreekt. Ja, natuurlijk die liefde, maar ook dat je de waarheid spreekt. Dat jij, net als Jezus die die vrouw op haar zonde wees, mag jij, moet jij de ander op. Zijn op haar zonde wijzen. Dat is net zo belangrijk. als dat je op de kracht van redding. door het Evangelie wijst. En daarmee hangt samen dat we niet. Uh, ons hoeven te schamen om het Evangelie. Jezus wees die vrouw op zichzelf. en hij zei: Ik ben de messias. In onze samenleving is het prima. als wij tegen anderen zeggen dat Jezus onze weg is, dat Jezus onze redder is. Maar als wij zeggen dat Hij de enige redder is, de enige weg, niet alleen voor mij, maar ook voor jou, dan wordt het al spannender. Goed om te bedenken van tevoren, daar wil ik mijn mond niet over eh, sluiten. En wees er ook op, op, op voorbereid dat wanneer je met anderen over het Evangelie spreekt, dat zij allerlei afleidingsmanoeuvres, allerlei vragen, apologetische vragen of andere vragen stellen om jou af te houden van het gesprek over het hart en over het evangelie. Wees erop voorbereid en blijf gefocust op het evangelie. Daar gaat het om. En als laatste, als het over die vrouw gaat, is het een prachtig middel om je getuigenis te gebruiken. Ze ging naar die mensen en ze vertelde. Wat zij van Jezus heeft meegemaakt. Neem de tijd om, als je in gesprek bent met anderen, te vertellen hoe Jezus zich aan jou heeft geopenbaard. Hoe je jou ver, eh, dorst gelest hebt door Hem. En natuurlijk, vertrouw niet alleen op jouw eigen woorden, je eigen getuigenis, maar wijs vooral terug naar de voren van Jezus, breng hen met hem in aanraking, met zijn persoon, met zijn woord. Amen.